Vanochtend ziet het er op veel plaatsen nog vrij vriendelijk uit. Op de meeste plaatsen is het droog en de zon die breekt ook behoorlijk door. Alleen in het uiterste zuiden en in het noorden van het land komen wat meer wolkenvelden voor. Maar in de loop van de ochtend gaan er in de opklaringen op grote schaal stapelwolken ontstaan. De temperatuur loopt toch vrij snel op naar waarde rond 14 graden. En die stapelwolken die groeien vanmiddag uiteindelijk uit tot stevige buien met landinwaarts ook kans op hagel en een klap onweer. De temperatuur loopt voor de buien uit op naar 15 tot 17 graden en er waait een matige zuidwestenwind. Vanavond trekken de buien weg. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 11. Maar bewolking houdt de overhand en dat zullen we ook met name morgenochtend nog gaan merken. Morgen is start bewolkt, met soms ook een spat regen en in het zuiden ook een bui. In de loop van de dag breekt vanuit het noordwesten de zon vaker door en bij een zwakke tot matige wind uit het westen tot noordwesten worden het 12 tot 15 graden. De komende dagen dan ziet het er allemaal wat anders uit. Zaterdag valt er met name in de zuidelijke helft nog regen en is er veel bewolking. Maar vanaf zondag gaat een hoge drukgebied ons weer bepalen, zien we vaker de zon. Het blijft droog, en ook de temperaturen die lopen langzaam wat verder op. Mijn naam is Wilfred Jansen voor Weerplaza.